Vandaag hebben we de viering van de dag waarop de Samaka vrede hebben gesloten toen der tijd met de koloniale overheid. En het is gebeurd op 19 september 1762. We vinden het dan een heugelijk feit en die moet gevierd worden, dus vandaar dat we hier zijn. Wij willen hebben dat Suriname, maar ook internationaal, dus worldwide, dat mensen moeten weten dat ook de Samaka-stam ooit een vrede heeft gesloten met de toenmalige overheid. Van mij is dat van eminent belang. Dat anderen dat moeten weten. En dat die mensen toen dat hij meent voor ons, dat ze geëerd moeten worden. Vandaag hebben we ook een concept. Eerste concept, grondrechten. Met nog twee additionele wetten. Wet FPIC en de wet op het traditioneel gezag hebben we mogen ontvangen. Het managementteam heeft me ook gevraagd om er naar te kijken, om met oog van een jurist ook er naar te kijken en eventuele op- en aanmerkingen door te spelen. We zijn nog steeds on track om 30 september de echte final van de wetten te krijgen, die we dan zullen aanbieden aan de Raad van Ministers onder leiding van de vicepresident en daarna doorgeleiden naar de president, die het verder zal doorgeleiden naar de Staatsraad en de DNA. Er was nogal wat kritiek op de wijze waarop de dag is toegekend aan deze groep. Gaat het volgend jaar ook zo zijn of is dit eenmalig? Dus de bedoeling is dat we toch wel die discussie moet loskomen, hoe we ermee omgaan. In elk geval kan je een verzoek van een deel van je bevolking niet zo afwijzen. Dus we hebben als regering toch wel, als je het mij vraagt, een gepast antwoord daarop kunnen formuleren. Je gaat niet beloven dat je een vrije dag geeft en wanneer puntjes bij paardjes komt, dan alleen Saramakaners mogen vrij nemen. Dat stukje heb ik niet begrepen. Nationaal Oedeen Stranang en Oena One Nation, One Nazi. Dus TG, wie zei Tjaran in Saramaka, maar heer volk moest dienen. Dat is goed, ja. Dit wil ik niet hebben. Eenheid moet er zijn. Dus wat wij gaan doen is dat wij als Samaka nu hebben gezien van de overheid heeft bepaald dat de Samaka in dienst van hen vrij is. Maar wij willen totale vrijheid, eenmalige vrijheid. Dat iedereen vrij kan zijn om het te vieren. Precies 24 in juli. Allemaal idee. 24 pagua, allemaal idee nou. Je verstaat ook, dus dat naast dan niet. Maar ik ben teleurgesteld dat het zo is gegaan. Dat die mensen niet een vrije dag, volledige vrije dag heeft gehad. Je moet verlof nemen of je moet dit. Dus, nou ja. Maar in ieder geval, ik ben hier. Ik ben het komen vieren.